Deze imposante trofee staat klaar om straks uitgereikt te worden bij de verkiezing van de Speler van het Jaar. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen is een bijzondere dag op Sportpark Zuid. Ja, spannend. Het is elk jaar weer een leuk festijn. En dan een beetje raden wie het dan gaat worden dan. Ik heb geen idee. Nee, heb je niemand in gedachten? Nee, ik. Van de ene kant denk ik Meeuwsen, van de andere kant, ja, ik weet het niet. Leuk dat je vanavond hier bent. Ja, leuk om weer thuis te komen, laat me het zo zeggen. Weet je wel, het is 2 maanden weer thuis geweest. Leuk gevoel, alles heb ik hier weer teruggekregen. Dus het is leuk om terug te staan weer even. Vanavond ook de verkiezing van het Spelen van het Jaar. Ja, ik zet mijn geld op, ik denk, Wesley Meeuwsen. Ja, want? Ik weet niet, ik heb het altijd gezegd, ondanks zeg maar zijn leeftijd. Het verbaast me gewoon dat hij dit allemaal toch eruit nog kan halen. Ik hoop dat Robert Mussers speler van het jaar gaat worden. Tim Balkenstein, Mutsaars of Meeuwsen. En misschien Romy Jansen. Maar het wordt er maar één. Het wordt er maar één, dan denk ik dat Tim Balkenstein wordt. Dat is de regelmatige speler van het hele jaar geweest. Maar ik ben bang dat Wesley Meeuwsen het gaat worden. Bang. Ja, bang niet, maar ik denk dat hij dat wel gaat worden. Dus. Nou, nog een uurtje wachten, dan weet je het, hè? Ja, precies. Ja, ik ben 7 minuten. Dat ze bij de treffers wel van een feestje houden, is geen geheim. En daar is behalve de spelersverkiezing nog een reden voor. Vandaag 50. En dan ook nog aan het werk? Ja, ik heb wel gewerkt. Vandaag heb ik natuurlijk toch een thuiswedstrijd. Ja, dan heb ik thuis toch geen rust, dus ik ben er gewoon. En hoe is dat om op je 50ste bij de treffers te werken, maar ook een beetje in het zonnetje te staan? Heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Mijn collega's hebben het ontzettend leuk versierd hier. Het was echt wel een verrassing. En ja, ja, je voelt je ook jarig. Iedereen houdt je aan om te feliciteren. En dat is wel heel erg leuk, ja. We gaan beginnen, traditioneel, de laatste thuiswedstrijd. Hebben we natuurlijk de speler van het jaar. Dat is een jongen die is gegroeid tot de leider van het team. Een rots en een branding. Meedogenloos in de achterhoede, maar naast het veld een hele sociale en aardige jongen. Mag ik Pim naar voren hebben? Ik ben perplex, ja, er zijn een paar jongens... Die heel veel hadden gescoord en normaal kijken ze altijd naar de spitsen, maar gelukkig hebben ze mij uitgekozen. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ja, dit is hem. Zal ik een bier drinken? Ja, dankjewel.